ook wel zo'n agent.
We zijn net terug van de wedstrijd op Brussels. Die wedstrijd is jammer genoeg wederom uitgedraaid op een kleine ramp, een klein fiasco. Want waarom? We hebben voor de vijfde maal na elkaar verloren. Wat absoluut niet mocht gebeuren, is dan toch gebeurd. Nu, uiteindelijk speelde KVO zo slecht? Eigenlijk wel. Brussels was zeker niet goed. KVO was gewoon slechter, zeker in de tweede helft. Er zat geen ziel in, er zat geen vooruitgang in. Jammer genoeg. Maar uiteindelijk, de keeper van Brussels heeft totaal geen bal moeten pakken. Maar was ook niet de echte keeper. Want de echte keeper, Sierens, die was een beetje gekwetst, hebben we ons laten vertellen. Nu, is dat een indicatie dat er naar Oostende komt? Wie weet, misschien wel. Alleszins hebben we gezien dat Delwarty er ook rondliep in de coulissen. Dus eigenlijk, dat is een verhaal dat nog zijn einde niet kent op dit moment. Dus laat ons gewoon hopen dat de volgende wedstrijd thuis vrijdag tegen Wetteren 10 keer beter is. Dat is het enige dat we vragen.